In het veld zijn altijd 6 spelers. Iedereen heeft zijn eigen taak. We hebben 5 verschillende posities. Een spelverdeler, een midden, een buitenaanvaller, een diagonaal en een libero. De spelverdeler pakt eigenlijk altijd de tweede bal in het spel. Zij geeft dan een setup, zodat de aanvaller de bal kan slaan. Daarnaast staan er 2 paarse lopers in het veld. Zoals de naam al zegt, pasen deze spelers veel ballen. Daarna vallen ze vaak aan de linkerkant van het net aan. De diagonaal is de belangrijkste aanvaller in het veld. Zij valt aan de rechterkant en achter de 3-meterlijn aan. De middenspeelsters hebben 2 hoofdtaken. Blokkeren en aanvallen. De middenspelers verdedigen niet in het achterveld, want dat wordt gedaan door de libero. De libero is de persoon met het andere shirt. Zij speelt alleen in het achterveld en heeft als taak om te pasen en verdedigen. Manon en ik waren allebei diagonaalspeelster en dat betekende dat wij van de rechterkant van het veld zoveel mogelijk ballen probeerden te scoren. En wat ik het leukste vond op diagonaal zijn is dat je heel veel mag aanvallen, heel veel hard mag slaan en dat je ook veel ballen krijgt. En jij? Ja, een beetje hetzelfde, dus daar ben ik het helemaal mee eens. En wat ook gewoon heel tof is, dat als je vanuit een onmogelijke positie of als een bal verdedigd is en er komt ineens een hoge bal en je krijgt een kans om een punt te scoren, dat zo'n kick gaf als dat dan lukte. Zeker. Als het over volleybal gaat, vragen mensen heel vaak waarom er 1 persoon is met een ander shirtje aan. Dat is de libero en de libero staat alleen in het achterveld. De libero is de echte specialist in het achterveld. Ze zijn vooral goed in verdedigen en pasen en zelfs ook om ballen over te nemen en een setup te geven. Vaak zijn ze net even wat kleiner dan de andere spelers. Daarom zijn ze net wat sneller en snel bij de bal. Ik vind het echt altijd heel erg fijn om met een libero te spelen of heb het fijn gevonden. Want zij zorgen ervoor dat de eerste bal zoveel mogelijk door hun wordt weggenomen. Zodat de aanvallers weer in een goede positie zijn om de bal erin te slaan. En dat was natuurlijk fijn, want daarom heeft iedereen zijn eigen taak. Iedereen kan doen waar hij of zij het beste in is.